think something new under the sun. You can't take back them things. Rob, wat fijn om weer in theater te zijn, dat ten eerste. Hoe is het, hoe gaat het nu hier? Nou ja, een directeur in een lege zaal. Die zijn over het algemeen niet zo heel gelukkig. Nee. In lege zalen. Dus nee, met mij gaat het goed, gelukkig. Zoals met veel mensen wel. Als je ze gewoon persoonlijk vraagt. Met het theater in Nederland, met dit bedrijf, gaat het natuurlijk niet zo goed. Nee. Nee. Wat doen jullie wel? Wat doen we wel? Wat we in ieder geval niet doen, is mensen ontvangen. Hè. Dat is nu echt, echt verboden. Geen publieke activiteiten. En wat we wel doen is, wat nu toch wel de hele wereld lijkt te doen, die zich met podiumkunsten of met de expressie bezighouden, dat is filmpjes maken van elkaar en die weer de wereld insturen. Dus, maar dat is spaarzaam, moet ik bekennen. We zijn niet dagelijks aan het uitzenden, omdat voor dit soort zalen, de producties die hier gemaakt worden, liggen de rechten toch bij degene die produceert. Ja. En komen de streams ergens anders vandaan. Hè? Vanavond, het is nu donderdag, 18 maart, is er bijvoorbeeld een livestream vanuit het Nederlands Danstheater. En met een première, een wereldpremière. Of zondag, Ita met een prachtige voorstelling. Ja. Ja, wij leiden onze gasten daar wel naartoe. Hè? Je kunt dat vinden op onze site, maar het wordt natuurlijk niet hier gemaakt. Nee, want ik zag beneden in de studio wel een opstelling staan. Ja. Was dat van Rood-Wit Konijn? Nou ja, dat Rood-Wit Konijn was afgelopen zaterdag. Ja. Dat was op 13 maart. Hè. Een jaar lang waren we gesloten geweest of veel gesloten geweest. En dat wilden we toch wel vieren, landelijk en ook wereldwijd trouwens. Ja. Is die productie uitgevoerd. Een tekst, onbekend voor de acteur. Anderhalf uur met een heel klein select publiek. Minimaal of maximaal 10 mensen mochten daarbij zijn die ook nog uit onze eigen gelederen kwamen, want anders kon ik ze geen werkgeversverklaring geven. Dus het was een hele bijzondere avond. Wat je hier beneden zag was een opstelling voor Fontys, Hogeschool voor de Kunsten. We zijn in Tilburg, we hebben hier naast de dansopleiding, dramaopleiding, musical, circus. En die studenten die zitten zo'n beetje tegen hun afstuderen aan op dit moment. En willen dat heel graag aan de wereld laten zien. Toen we vorig jaar in deze situatie zaten in maart, werden er ook veel afstudeerproducties voorbereid. En die zijn heel veel niet gezien, want toen waren we er nog niet op voorbereid. En dat is heel sneu. Het is toch een hele generatie afstudeerders die nauwelijks gezien zijn door de buitenwereld. Ja, dus er gebeurt wel wat in het theater. Jullie kunnen wel iets doen. Ja, we zijn. Dat is eigenlijk heel bizar, hoe, en vooral ook voor een directeur, hoe druk je kan zijn met een gesloten tent. Daar zijn we echt heel druk mee bezig. Voor onze jongens van techniek is het anders. Die hebben nu na een jaar alle muurtjes wel geschilderd, nieuwe wifi-punten aangelegd, alle spots al 3 keer schoongemaakt. Dus de klussen zijn nu al zo'n beetje klaar. Die zitten echt te branden van verlangen totdat we weer voorstellingen mogen doen. Ja, dat snap ik wel heel goed. En hoe zit dat bijvoorbeeld met de programmering? Moest je er veel verschuiven? Laat ik het zo zeggen, hoe ziet volgend seizoen eruit? Ja, het volgende seizoen is best wel een chaos. Ja, als je vanuit programmeren standpunten kijkt. Normaal proberen we toch een hele goede balans te vinden tussen de verschillende genres, de verschillende doelgroepen, tussen schaalgroottes, dus het gebruik van deze zaal versus de zaal hier beneden en de concertzaal. In het balanceren van onze publiekstromen. Een theater op deze schaal is er het beste bij gebaat dat je zo gemiddeld over de week en over de maand een gelijk aantal activiteiten en bezoeken genereert. Dat is best te plannen, ook met zoveel medewerkers. Dat is nu allemaal niet aan de hand. Er zijn voorstellingen verplaatst, een jaar verplaatst, nog een keer verplaatst, voorstellingen geannuleerd. Dus al die verhoudingen eigenlijk, die zijn allemaal zoek. En dan moeten we nog maar afwachten wanneer we weer gewoon op 100% mogen gaan draaien. Ja, en lastige vraag natuurlijk, maar nou misschien wel, hoe veilig is het theater? Ja, dat is niet zo'n makkelijke vraag, maar ook niet eens zo makkelijk te beantwoorden. De field labs die nu gedaan zijn door jouw collega uit Breda. Guido Weijers, ja. Door Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht.
Die hebben laten zien dat je, voor zolang mensen dus niet zichtbaar besmettelijk zijn, dat je gewoon een activiteit kan organiseren zonder dat er ook maar iemand verder nog besmet raakt. Dus die field labs geven daar wel een positief vooruitzicht. En zeker bij dit soort situaties, 1,5 meter afstand, goede ventilatie. Deze zaal wordt nu met 100% buitenlucht verfrist. Dat is niet goed voor je energierekening trouwens, maar we doen het wel. Is het volgens mij een van de veiligste plekken waar je kan zijn, ja. Zo'n theater. En dan toch dicht. Hoe doe je daar nog iets voor of is het gewoon accepteren, deuren dicht? Op persoonsniveau en instellingsniveau is het gewoon accepteren wat de situatie is. Collectief, hè, als branche, zijn we natuurlijk heel druk aan het lobbyen zoals alle branches dat doen. Omdat we graag zo snel mogelijk open willen. Maar ja. Goed, dat doet de horeca net zo met ons en de winkelbranche doet dat ook. En ik hoop maar dat wij toch in ieder geval voor de zomer nog wel 2 maanden gewoon vol kunnen draaien. Ja. Hoewel ik, dat is een beetje naïef, toch wel denk dat we die 1,5 meter voorlopig nog moeten handhaven. Dat denk ik, ja, dat denk ik ook wel. Gaan er dingen veranderen voor volgend seizoen waar mensen rekening mee moeten houden? Voor het publiek proberen we natuurlijk vooral het gevoel te geven dat het hier veilig is, dat het betrouwbaar is, dat onze mensen goed weten hoe alles werkt. Dus in ons gedrag is wel wat veranderd, maar we blijven net zo gastvrij als dat we waren. Of wat in het gedrag van het publiek is veranderd, dat gaan we eigenlijk nog maar zien. Of mensen bang zijn om dit soort plekken te komen. Of ze staan te branden van verlangen om weer mooie dingen op dat podium te zien. Of denken van, nou, ik vond het eigenlijk achter dat scherm wel zo handig. Ik vermoed eigenlijk wel dat eerst, hoor. Dus dat ze branden van verlangen. We zijn nu 1 jaar verder. Wat heeft het voor jullie gebracht? Kijk, technici heeft van alles natuurlijk op zitten knappen. Zijn er verder nog dingen die u eruit heeft gehaald? Of die het theater wel? Het is wel grappig. Ik las een artikel in de krant over je tijdsbeleving van het afgelopen jaar. Dat we heel veel tijd hebben doorgebracht op kamers, achter schermen en dagen die maar doorleken te duren en 's avonds niks te doen. En als je dan dat jaar overziet, dan is het echt in een flits is het gebeurd. Ja. En in dat jaar hebben we toch heel veel ondernomen ook met dit bedrijf. En bleek iedereen toch weer iedere keer flexibel en weerbaar, omdat de werkelijkheid continu veranderde. En iedere keer gingen we weer schuiven met voorstellingen en konden dingen wel en niet. En hadden we prachtige dingen voorbereid die dan toch weer niet mochten. En dan kun je heel erg door laten frustreren en negatief van worden, maar dat hebben we niet gedaan. We zijn elkaar blijven vasthouden en we hebben iedere keer toch weer vooruit gekeken. Dus de flexibiliteit en de wendbaarheid, dat is denk ik wel iets wat we over hebben gehouden in deze tijd. Wat fijn is dat dan, hè? Wat goed.